Er zijn steeds innovatievere manieren om samen te bouwen naar een duurzame toekomst. Een voorbeeld hiervan is de bouw van de Brainport Smart District in Helmond. In deze slimme wijk worden de nieuwste technologieën en de participatie van inwoners gebruikt om een zo duurzaam mogelijke leefomgeving te creëren. We gaan langs om een kijkje te nemen. Een slimme wijk is een wijk waar voldoende ruimte is voor technologische innovatie. Maar niet alleen dat, uiteindelijk gaat het er ook om hoe de mensen die hier gaan wonen al die technologie ervaren. En daarnaast is het een slimme wijk omdat we 8 verschillende programmalijnen in samenhang met elkaar willen realiseren. En al datgene wat wij hier leren, want er zal ook nog een heleboel te leren zijn, zijn we ook bereid om te delen met anderen. Dus in dat opzicht, kennisdeling maakt ook een belangrijk deel uit van wat we hier aan het doen zijn. Ik had het daarnet al over 8 programmalijnen. En het gaat om circulariteit, mobiliteit, energie, het gebruik van data, participatie, veiligheid, gezondheid en water. Dat zijn de 8 thema's die ook in samenspraak met bewoners van Helmond tot stand zijn gekomen en die we hier in samenhang met elkaar willen realiseren. De gemeente Helmond wil hier een inclusieve en duurzame wijk realiseren. Grenzend aan het al bestaande Brandevoort hebben we de gelegenheid gehad om opnieuw na te denken over de ontwikkeling van dit gebied. En het gaat ons erom dat we de aarde niet verder willen belasten, maar dat we tegelijkertijd ook een wijk realiseren waar iedereen die daar wil wonen ook moet kunnen wonen, ongeacht de leeftijd of de portemonnee. In deze wijk wordt samengewerkt tussen bedrijven, bewoners, de overheid en kennisinstellingen. Dat wordt quadruple helix genoemd. Er zijn door Brainport Smart District programmalijnen opgesteld waarop ze willen dat er wordt geëxceleerd. En een daarvan is participatie. En daarin werken dus bedrijven met elkaar samen om dat te realiseren. En zo heeft elk bedrijf of elke bewoner die heeft zijn eigen programmalijnen waar ze op willen excelleren en waar zij hun ambities in de wijk willen waarmaken. Nou, de woningen die hier geplaatst gaan worden zijn woningen die alleen met natuurlijke materialen worden gebouwd. Dat noemen we ook wel biobased woningen. En die biobased woningen zijn ook heel gezond voor de mensen. Dus dat is heel prettig. De woningen zijn ook modulair en op elkaar te stapelen. Je kunt ze aan elkaar klikken, uit elkaar halen en ze zijn ook makkelijk te verplaatsen. Ja, de woningen zijn uniek omdat duurzaamheid, comfort en betaalbaarheid hand in hand gaan. De woningen zijn uniek omdat ze tijdelijk kunnen worden neergezet, maar ook weer worden meegenomen. Terwijl ze toch voldoen aan de strengste duurzaamheidsbesluiten die in Nederland gelden. De bewoners spelen een grote rol in de ontwikkeling van het gebied. Als toekomstige bewoners denken zij mee over de inrichting van de openbare ruimte, over wat we daar in dat gebied gaan doen en ook vooral wat ze in dat gebied niet gaan doen.